Wat is jouw laatste woorden? Mijn laatste woorden zijn en een knuffel. En een knuffel? En een knuffel. Oké. Met kerst krijgt Ribbel een maal op een zilveren schaal, zodat het een feest is. Hij vindt geen hond in de pot, hij krijgt niet zomaar een bot, hij krijgt een lekker diner. Het lijkt misschien niet gezond dat met de kerst onze hond niet zomaar een beest is. Hij krijgt niet zomaar een brok, hij krijgt niet zomaar een slok, hij spijst gewoon met ons mee. Niet zomaar een kippenpoot, maar roomboter, krentenbrood met spijs van amandelbrood en een truffel. Niet zomaar kalkoenenborst, maar walnoten, suikerworst, een tulband met suikerkorst en een knuffel. Dribbel de hond. Dag, dames en heren. Natuurlijk, jullie weten, onze programma heet Adabiat. En jullie weten, Adabiat betekent literatuur. En ook, jullie weten, als elke week heb ik een gast. Deze week, mijn gast is een heel bijzondere man. Een heel rijke man ook. Ik ken niet hem goed, maar hij gaat zichzelf zeggen, wie is hij en wie ben jij? Ja. Nou, ik ben Alex Albers, ik ben liedjeschrijver en barkeeper. Rijk ben ik niet, want als ik rijk zou zijn, dan zou mijn geld onmiddellijk op zijn. En zo hoort het ook. Maar misschien wat je bedoelt, rijk aan ideeën of zoiets. Of dat ja, ik... precies. Ja, ja, ik ben de hele tijd aan het nadenken over nieuwe items en nieuwe liedjes en nieuwe teksten. En nou, wat je zojuist gehoord hebt, dat is het laatste. Dat is Dribbel het hondje, is de kerstcd. Is nog niet uit. Maar vast een klein voorproefje. Ik denk dat kinderen Dribbel de hond wel kennen. Dribbel de hond is een bekend itempje. En het komt bij Disney uit. Hoe dus... schrijf je je kinderliedje? Ja, ik probeer me te verplaatsen in de wereld van een kind. Bijvoorbeeld wat ik net voorlas. Hoe oud ben jij, sorry? Ik ben 48. Ik ben 48, ik ben al vanaf mijn 18e bezig met het schrijven van liedjes. En daarnaast ben ik altijd barkeeper geweest om me in onderhoud te voorzien. Om in mijn onderhoud te voorzien. Want je verdient wel eens wat, maar ook heel vaak helemaal niets. En je kan doen en laten wat je wil, maar je hebt de juiste connecties en de juiste contacten nodig die je in dit vak verder helpen. En eerlijk is eerlijk, het schrijven van de dingen zijn leuk. Het kwijtraken van je materiaal is een regelrechte ramp. Want je hebt te maken met een soort hele stomzinnige maffia-achtige praktijken. Om je materiaal aan de man te brengen. Terwijl ik gewoon rechtstreeks naar het publiek toe wil schrijven. Maar ja, daar is al een heleboel gelukt. Toch wel. Een keertje een hit in Canada. Een keertje het winnen van het Songfestivallied. Amsterdam van Maggie McNeil, die tekst. Amsterdam, Amsterdam, de stad waar alles kan. Amsterdam, Amsterdam. Iedereen die weet ervan. Die tekst is bijvoorbeeld van mij. En ik heb een Smurf-hit in Canada gehad. Met de Smurf All-Star Show. Dat is, misschien komt dat later in beeld, maar dat is, heb ik een plaat van bij me. En... Hey, kom naar Smurfeland, welkom allemaal. Smurf mee met Smurfeland, smurf mee met het verhaal. Die tekst is dan voor mij. Jouw camera, ik kan ook. Ja, die tekst is dan voor mij. En die is momenteel in Frankrijk uit. In het Frans, dat heb ik niet geschreven, dat heeft een Fransman vertaald in België en in Frankrijk. Staat die onder de tv-tune. En het was ook de Nederlandse tv-tune. Ja, voor de rest ben ik op het ogenblik hard aan het werken. Ik werk aan twee dingen. Dribbel de hond is klaar. Dus. En wat ik voor de rest ga doen, zijn de sterrentekens voor kinderen schrijven. De bedoeling is dat dan elke maand een sterrenteken uitkomt. En dat wordt gezongen door de Zodiacs. Dat zijn twee jongens en twee meisjes van een jaar of 10. Die zingen een soort jingle à la Starzone 45. En dan komen de liedjes. Die moet ik nog op papier zetten. Maar het worden leuke Annie M.G. Schmid liedjes à la Iedereen die vis is... En dan leg je uit wat een vis is en wat een vis zoal wil en wat een vis zoal eet. En dat gaat dan over het sterrenteken de vis. En daar wacht ik eigenlijk op om de opdracht bevestigd te krijgen dat ik weer aan de gang kan gaan. Want voor niets ja, gaat de zon op. Dat is het laatste wat ik doe. Voor de rest sta ik achter de bar. Wat doe jij achter de bar? Ik werk in Helmers momenteel. Ik heb in de Ebeling gewerkt. Ik werk nu in Helmers. Ik sta gewoon ja, achter de bar, barkeeper. En daar doe je ook ideeën van op. Eén van de ideeën, misschien dat we dat later kunnen laten horen, dat is hier nu niet bij, dat zijn de Keilers. En dat zijn allemaal drinkliederen. Dat is voor volwassenen, dat is dan niet voor kinderen, maar alias. Geef hier wat, geef daar wat, heb je zelf al iets gehad?
Geef hem wat, geef haar wat, want de hele boel moet plat. Dat heb ik samengeschreven met Tony Leroy. En Tony Leroy is de componist van André Hazes. Eén van de componisten van André Hazes. Bijvoorbeeld Eenzame Kerst heeft hij gecomponeerd. En De Vlieger heeft hij gecomponeerd. En met Tony werk ik veel samen ook. Ja. Ik wil terug naar mijn eerste vraag. Hoe schrijf je je liedje voor kinderen? Hoe schrijf ik mijn liedjes voor kinderen? Door, meestal krijg ik materiaal aangeleverd door mijn uitgever. Dat is Frans Erkelens, Sunroof Music, Blue Strike Music. Die komt dan met Engelse liedjes. Met gewoon Engelse liedjes die nog niet helemaal klaar zijn en zo. Met een idee voor een titel. Die krijg ik dan en dan denk ik na. En dan verplaats ik mij in de wereld van een kind. En dan probeer ik daar iets leuks van te maken. Hoe maak je in verplaats in een kind? Ja? Dat is mijn vraag. Ja, dat ken is een... jij de wereld van de kinderen? Ik denk het wel, want hoe? Omdat ik zelf altijd gewaakt heb dat ik altijd kind kon blijven. Ik wil zelf gewoon kind zijn. Het klinkt misschien een beetje gek. Nee, maar ik probeer als een beetje meer uitleggen alsjeblieft. Een beetje meer uitleggen. Bijvoorbeeld het volgende. Kinderen worden in deze tijd steeds materialistischer opgevoed. Dus ze worden voorbereid op de maatschappelijke strijd al en onderlinge strijd. En ik probeer die kinderen zo lang mogelijk kind te laten blijven, dat ze nog spelen. Vandaar ook bijvoorbeeld Dribbel de Hond. Ik vind het leuk dat ik zo'n opdracht heb. Ik probeer van die hond iets te maken. Ik probeer dat die hond een knuffeldier is. En bijvoorbeeld een van de pedagogische, didactische redenen, of niet redenen, maar situaties van een kind. Kind geeft bijvoorbeeld een hond met kerstmis een maaltijd die de kind zelf lekker vindt. En niet die hond, weet je wel. Dus ouders kunnen dan tegen het kind zeggen van ja, jij lust wel roomboter, krentenbrood en jij lust wel een truffel of zoiets. Maar die hond lust dat helemaal niet. Maar die kind geeft die hond dan allemaal dingen die dat kind zelf lekker vindt. En dat is opvoedkundig wel leuk, lijkt me. Want dan kunnen die ouders wat zeggen. Die kunnen zeggen dat moet je nooit meer doen. En zo is dat een beetje grappig. Dus niet met het pedagogische vingertje, maar gewoon leuk. En dan loop ik wat na te denken. Meestal mensen in mijn naaste omgeving, de kroegen waar ik kom, om te schrijven ook. Want ik neem dan een wijntje en een biertje. Die kijken me allemaal een beetje vreemd aan. Dan is hij weer bezig, loop ik erin en eruit. Maar dan heb ik, onderwijl ben ik met een productie bezig. Dat weten ze zo langzamerhand nu wel. Dus ik mag weer overal komen, zonder eruit te worden gezet. Heb jij last van volwassenen in maatschappij? Of ik, sorry? Volwassenen in maatschappij. Je werkt in de bar, ja. Achter de bar, ja. En allemaal volwassene mensen, ja. Een beetje dronken, een beetje ja. Haast met... Ja, ik heb in deze maatschappij, de maatschappij zoals die er op het ogenblik uitziet, daar heb ik ronduit een geweldige hekel aan. Ik vind namelijk dat de Neandertaler gewonnen heeft. Om het maar, wat ik ermee bedoel, de botheid viert hoogtij. En ik probeer dingen als klasse, als stijl, als een beetje menswaardigheid en elkaar respecteren, dat is er eigenlijk helemaal niet meer bij. En daar was het allemaal om te doen. En dat probeer ik, daarom schrijf ik voor kinderen. Ik probeer dat voor die kinderen nog vast te houden. Dat een kind niet meteen in het diepe wordt gegooid, maar dat het nog fantasieën, menselijkheid, medemenselijkheid, warmte krijgt en zo. En eigenlijk misschien... lijkt mijn werk overdag als barkeeper te bijten met mijn kinderliedjes, maar dat is niet zo. En bovendien moet ik gewoon geld verdienen, ik moet ook realistisch zijn. Blijf in jezelf een kind? Ja, ik ben een kind. Jij bent een kind, ja. Of blijf in jezelf? Ik blijf in mijzelf een kind, ik wil ook zo blijven. Want de grote mensenwereld of de volwassen wereld of zoals het op het ogenblik eruit ziet, dat vind ik te bot voor woorden. Dat vind ik ook geen menselijkheid meer hebben. Dus misschien is dat de reden dat ik kinderliedjes schrijf. Misschien verschuil ik me wel achter het kind. Dus ben jij twee personen? Nou, ik ben wel meerdere personen, want dat mag ik wel vertellen. Ik ben ja, alles, een psychiatrische patiënt. Ik ben hier helemaal gek van geworden. Ik ben 6 keer opgenomen. En daar heb ik de carnavalshit aan overgehouden van ik voel me niet zoals het hoort, want ik ben geestelijk gestoord. En momenteel ben ik met medicatie weer op de been geholpen. Daardoor functioneer ik ook gewoon weer. Dus iets psychiatrische patiënt zijn is ook weer iets heel aparts. Men zegt dat er een bepaald stofje in de hersenen niet wordt aangemaakt, waardoor je dus wappie wordt.
Nou, ik zeg dat de maatschappij zo bot en zo erg en zo slecht op het ogenblik eruit ziet, dat gevoelige mensen, met name kunstenaars, hier helemaal van doordraaien. En dat is met mij gebeurd. Ik heb me op een gegeven moment, toen ik de snorkels schreef, verplaatst in de snorkels. En toen werd ik uit de douche weggehaald met een snorkel op. Ik was helemaal snorkel geworden. In de isoleercel gezet. En langzaam weer wakker geworden. Toen kwam mijn uitgever, toen kreeg ik een nieuwe opdracht. En toen kon ik weer schrijven. Ik voel mij prettig met mijn medicatie op het ogenblik. En ik functioneer gewoon weer. En ik heb daar een sleutel voor gevonden om te functioneren in deze maatschappij die ik een hel vind. Ik vind het een hel. Hoe kunnen wij verbeteren in deze maatschappij? Deze maatschappij kunnen wij niet verbeteren. Deze maatschappij is ten dode opgeschreven. Misschien dat kinderen hem kunnen verbeteren. Daarom schrijf ik nog voor kinderen. Daarom gooi ik al mijn positieve energie in het schrijven voor kinderverhalen, tekenfilms, kinder rock'n'roll musicals, kinderproducties. Daarom werk ik überhaupt met kinderen. Dat geeft mij nog een gevoel dat ik een positieve bijdrage lever. Dat ik wat innerlijk is overgebleven van mijn menswaardigheid gewoon aan kinderen nog doorgeef. Voor de rest geef ik dit op. Ik neem deze maatschappij absoluut voor geen centimeter meer serieus. De Neandertaler heeft gewonnen. 90% van de mensheid is te stom om bij te pakken, te stupide voor woorden. En die hebben het voor het zeggen en die maken de maatschappij uit. Je zou kunnen stellen dat dit ook geen democratie is, maar een democratuur. Dus een dictatuur van de democratie. Wat is dat? Een dictatuur van de... Het is een beetje filosofie. Ja, het is filosofie. Een dictatuur van de democratie. Alles wat te stom is om voor de duivel te dansen, en dat is het merendeel, dat is bijna 80% of 90% van de mensheid, die bepaalt welke regering we krijgen, wat er zoal gebeurt. Kijk maar naar die ziekte, naar met die dieren. Er wordt niet aan die dieren gedacht, er wordt gewoon aan economische belangen gedacht. En dat begrijp ik ook wel ergens, maar het kan helemaal niet. En die bepalen dan wat er zoal gebeurt, politiek, hoe mensen zich kleden, hoe mensen met elkaar omgaan, wat de waarden en normen zijn. Maar die mensen zijn gewoon te stom om dat te kunnen bepalen. Maar ze zijn in de meerderheid en dat noem ik democratuur. Een democratie van de dictatuur of een dictatuur van de democratie. Ik vind dat helemaal niet gelijkwaardig. Dus je maakt een nieuw woord. Een democratuur is denk ik een bestaand woord. Bestaand woord? Ja, ik dacht het wel. Waar het vandaan komt, weet ik niet. Ja, misschien ben ik er zelf Griek, opgekomen, maar dat durf ik Latijn, niet. Griek. Latijns, Grieks, democratuur, ja. En mag ik een politieke vraag stellen? Ja, wat is de democratische dictatuur met een proletarische dictatuur? Ken je? Ik ben eigenlijk, de Biancote hebben het ooit al gezegd, slinks of slechts. Ik was vroeger PSP'er en CPN'er, maar dat bestaat niet meer. Ik zou nu niet meer weten waar ik op moest stemmen. CPN-stemmer was ik, ja. Communist. Ja. Ja. Omdat ik het marxistische ideaal nastreef. Ik weet dat het niet haalbaar is, het is gebleken niet haalbaar te zijn, maar het blijft in mijn hart leven. Dat vind ik echt de waarachtige gelijkwaardigheid. Iedereen hetzelfde. Iedereen een beetje voor elkaar zorgen. Een dokter werkt gewoon uit motivatie. Verdient niet meer. Een arbeider doet zijn werk. Verdient allemaal iedereen hetzelfde. Maar dat is natuurlijk niet haalbaar. En voor de rest vind ik het slinks en slechts. Ik zie geen linkse partij. Ik zie ook geen rechtse partij. Want ook met mijn materiaal. Er zijn geen rechtse investeerders. Er zijn geen echte liberalen meer te vinden. De echte liberale partij vroeger was links. Die wou gewoon geld verdienen om gewoon te kunnen leven. Maar dat zijn nu gewoon... Het gaat alleen nog maar om het geld. Ze hadden hun idealen. Vrijheid, gelijkheid, broederschap of zoiets dergelijks. Maar ik weet niet meer precies waar VVD voor staat. Voor vrijheid en democratie. Dat was een links ideaal ook ooit. Nou, nu houdt iedereen daarmee, denk ik, zijn hoofd boven water. Of probeert zoveel mogelijk geld te verdienen. Jij hebt nog steeds hoop. Voor kinderen. Ik denk dat kinderen dit moeten veranderen. Dat is mijn hoop. Dus schrijf ik voor kinderen. En probeer ik, wat ik al zojuist zei, zoveel mogelijk positieve gedachten van warmte en liefde en broederschap en dat soort dingen door te geven aan kinderen. Een beetje, ik hou me vast aan het niveau van Annie M.G. Schmid, die kinderen ook hun eigen wereld nog gunt. Ze niet besmet met de volwassen wereld. En ken jij Le Petit Prince? De? Le Petit Prince, kleine... Ja, Le Petit Prince, ja. Nee. Dat is leuk. Ik heb dat boekje nooit echt helemaal bestudeerd, omdat mijn Frans niet zo denderend is.
Dan gebruik je bijna nooit Engels is goed, Duits is goed. Maar ook vertaald in de Nederlandse taal ook. Kleine dat heb Frans. Ik nog nooit in. Ik heb het in het. Ja, ik weet dat. Ik weet van het bestaan daarvan. Maar ik heb in het Frans gesnuffeld en ben ik halverwege opgehouden. Ik zet liever dingen dan van Annie Schmid. Maar goed dat je het zegt, dan moet ik dat maar een keertje aanschaffen. Le Petit Prince. Dat is een bekende. Ja. En wat ik daarmee bedoel is vrij duidelijk. Dat wij gewoon bestuurd worden, dat wij niks zelf meer te vertellen hebben. Dat wij als marionetten door de wereld heen lopen. Hoe ga je kijken? Hoe ga je zitten zo? Zo. Ja. Zet ik hem aan, dan kun je gelijk eventjes pauzeren. Ja, wat is deze? Dit is Maribel, marionette, dat is nummer 2. Je bent weer begonnen, of niet? Nee. Oh nee, ik dacht ik begon te praten. Kun je beginnen met de vraag? Ja. Okay. Ja. Dan krijg ik nou een teken, dan kijk ik 1 seconde de camera naar beginnen weer. Nee, je praat met hem, dus dat hoeft niet. Je kunt naar hem. Oké. Wat is deze? Oh, dit is Maribel, marionette. Die is nummer 2 geworden op het Nationale Songfestival. Het lied heet Marionette, het is een bekend lied. En daarin leg ik uit dat we, als tekst dan, als marionettenspelers hier gewoon door de wereld rondhuppelen. Fragmenten uit de tekst zijn bijvoorbeeld, al is het hele leven, al lijkt het hele leven op een grote poppenkast, al laat de poppenspeler alle poppen dansen, marionetten, kleine vedetten, speel jouw deel op het wereldtoneel. Dat wij, ik probeer daarmee uit te leggen dat wij niets te vertellen hebben eigenlijk. Wij doen net alsof wij iets te vertellen hebben. En dan wordt ons ook voorgeschoteld dat wij iets te vertellen hebben. Maar politiek en alles maakt het uit. En het enige wat je kan doen is zo aangenaam mogelijk meehuppelen. Met zoals de grote poppenspeler het voor je uitmaakt. De poppenspeler kun je politiek invullen of die kun je eventueel als god invullen. Of... Waarom poppen zijn voor mensen leuk? Ook voor volwassenen? Ja. Maar... De wereld vindt jou toch een pop met een harde houten kop. Dus doe met alles vrolijk mee, ook al zegt je hartje nee. Een pop heeft ook, ja, een pop is ook een levenloos wezen ergens. Dat je gewoon, je kan je smile, je kan lachen, je kan dat allemaal tevoorschijn toveren, je kunt het leuk laten zien, maar het blijft een houten pop ergens. Ergens is het levenloos. En, is wel leuk, marionet maak je niet kwaad, speel en dans maar in de maat. Want jouw leven valt of staat bij een dunne zijde draad. De wereld vindt jou toch een pop met een harde houten kop. Dus doe met alles vrolijk mee, ook al zegt je hartje nee. Gewoon een pop zijn. En van steen en van staal worden, want anders tast het je aan. Daar probeerde ik ermee uit te leggen. Nou, die is nummer 2 geworden. Heeft het niet gewonnen dit jaar, verleden jaar. Dit jaar trouwens ook niet. Dat doen we helemaal niet eens meer mee. En wat is deze? Dit is mijn... Live werk, dit zijn de Fulco's. Dit is uitgekomen bij Joram Gross en bij Duitse filiaal, een Duitse firma, heeft geld hierin geïnvesteerd. Het is een vulkanenvolkje, de Fulco's. Ik zal het in kort vertellen. De Fulco's is het oudste volkje van de wereld en zijn ontstaan uit diamantjes en edelsteentjes binnen in het aarde, binnen in de vulkaan van een aarde, helemaal binnen in het binnenste. En op bepaalde wijze, die maakt daar een beetje de dienst uit, die heeft door middel van de heilige truffel uitgevonden hoe wij hier op aarde alles moeten laten reilen en zeilen. De heilige truffel, die komt vrij, de dampen stijgen op via de goud- en zilveraderen, komen vrij en daarom worden mensen verliefd. En daarom weten vissen waar ze heen moeten zwemmen, daarom weten vogels waar ze heen moeten vliegen en daarom... vinden de liefdesdans plaats tussen vogeltjes en allemaal. Maar dat komt door die heilige truffel die in het binnenste van de aarde zit. De bedoeling is hier om hier 20 series van te maken voor een tekenfilm. De financiering is op het ogenblik nog steeds niet rond. En dit zou dan worldwide uitkomen. Een vulkanenvolkje. Maar non-violent film. Dus er komt geen geweld in voor. En dat is op het ogenblik denk ik niet zo commercieel. Wordt niet zo commercieel gevonden. Maar ik heb daar een boodschap mee. Ik probeer het hele godsbesef voor die kinderen te verplaatsen naar het binnenste van de aarde. Het oudste volkje, eigenlijk onze goden. Die nog steeds voor ons besturen wat wij niet waar kunnen maken. Jij maakt met jouw werk een tegenstelling in de hoofd van de kinderen. Of niet? Nee, hoezo?
Je maakt andere wereld voor Ik maak andere wereld, ja. Ik voor de maak, kinderen, maar maatschappij is iets anders. Ja, dat weet Heb ik. jij nooit nadenken over of? Jawel, maar dat heb ik net ook al verteld. Ik probeer de kinderen nog zo lang mogelijk kind te laten zijn in een kinderlijke belevingswereld. Maar de wereld is heel hard. Ja, dat weet ik. Maar moet je die kinderen dan nu al daarmee opzadelen? Mag je die kinderen niet tot hun 8e of hun 9e jaar gewoon kind laten zijn en daarna gewoon de wereld insturen? Kijk, op dit moment de kinderen zijn heel veel materialist. Ja, willen, ik bedoel niet filosofische materialist, maar materiaal. Ik bedoel deze, ja, de stof. Ja, ik snap het. Ze willen een goede auto hebben, huis hebben, een goed merk hebben enzovoort. Dat weet ik. Dus ik bedoel van de materialist. Ja. Deze woord. Ik probeer het tegenovergestelde te doen. Ik roei een zwem tegen de klippen in dan. Ik ben dat er dan niet mee eens. En hoe vind jij de kinderprogramma op de televisie? Ik vind bijvoorbeeld Sesamstraat vind ik erg leuk. Dat is ook nog een groep van mensen, lijkt me, die gewoon echt iets om kinderen geven en echt voor kinderen werken, voor de rest. Weet ik het op het ogenblik niet. Ik zie tekenfilms met alleen maar geweld en alleen maar materieel en alleen maar vechten en moord en doodslag. En daar ben ik het gewoon niet mee eens en ik probeer dat ook niet te doen. Dat is misschien ook de reden waarom het mij tot op heden nog niet gelukt is. Is mijn hoop gelukt. En voor bekende items, de schrijf Beertje Pennington en zo. Maar ik ben eigenlijk ook daarom ook wel blij dat ik bijvoorbeeld Beertje Pennington mag schrijven of Ik Dribbel de Hond mag schrijven. Omdat ik mijzelf een tegenhanger vind tot de hedendaagse tijd voor kinderen. En ik probeer gewoon de kinderen nog een belevingswereld te schenken. En wat zijn jouw bekende werken, jouw bekende... Voor kinderen of voor volwassenen? Voor kinderen of voor alle twee. Nou, we hebben hier heel veel materiaal. Smurven, hey, kom naar Smurvenland. Welkom allemaal. Amsterdam van Mickey McNeil. Amsterdam, de stad waar alles kan. Marionetten, kleine verdette. The Family, dat was dan niet zo. Dat was Simsalabim, een soort wonderwereld. De Kung Fu Kat van Fufa de Hond. En ja, dat zouden we ook niet weten. Het is zoveel. Bumpy de olifant, dat is wel leuk. Bumpy is een olifant. Bump de olifant slender door het hele land. Smurvenfeest, Dribbel de Hond. Trollen heb ik geschreven, Trollenland. En ja, een tijdje geleden een productie gemaakt. En er zijn nieuwe opkomst. Dierenliedjes, de leukste dierenliedjes. Allemaal over dieren. Dit is het mislukte Songfestival nummer. Ik heb pas een nummer ingediend voor het Songfestival met Asha. Het nummer heet Internet. Het is niet genomen. Ik denk dat als ze het genomen hadden, is mijn stille hoop dat we gewonnen hadden. Maar ja, dat denkt iedere liedjeschrijver natuurlijk. En dit is een nieuw product. Supercomputer, daar probeer ik mee in Duitsland te scoren. Het gaat over een fascistoïde computer. Een computer die alles overneemt. Ook een soort politieke gedachte. En dat is een beetje house, new wave-achtig. Een mix tussen house en new wave. Duitse computer komt eraan en die zegt: Ich bin ein guter, ein schrecklich guter, ein absoluter supercomputer. Een eng. Dus een soort de apocalypse voorspel ik erin. Het volk ligt weer helemaal op zijn knieën voor een computer. En een computer maakt de dienst uit en is gewoon puur fascistoïde bezig. Een waarschuwing. Ik hoop dat ik hem uitkrijg. Kun je iets voor ons voorlezen? Van de supercomputer? Dat is Duits. Ja. Het is aan de ene kant staat het volk en aan de andere kant staat de computer. Het volk zegt: miljoenen vragen. De computer antwoordt: was fragt man sich? Volk zegt weer: um Kopf und Kragen. Computer zegt weer: wie widerlich? Volk zegt weer: und alle sagen, das löse ich. Du hast die Gaben. Applaus für mich. En dan komt hij. Hij vindt zichzelf heel wat, die computer, supercomputer. Zegt: ich bin ein guter, ein schrecklich guter, ein absoluter supercomputer. Hij zegt zelf: ich weiß, was keiner weiß. Es steckt und kreiselt im Elektrokreis. Und ohne Mühe, ohne Schweiß und Fleiß. Gib ich jedes Rätsel Preis, Computerstem. Ich bin ein guter, ein schrecklich guter, ein absoluter Supercomputer. En dat dient dan als waarschuwing voor de hele wereld dat het er weer aankomt. Iets engs.
Iets wat de boel bestuurt. Iets niet menselijks. Iets wat vroeger misschien in de afdeling fascistoïde dingen thuis hoorde. Wat er nu weer aankomt. Een supercomputer die alles bestuurt en die niet daartegen, niet voor mensen kiest, maar voor zichzelf. Een soort super egoïsme. Ja. Ik heb twee vragen in één. Ja? Waar sta jij en wie ben jij? In welk opzicht? Ik noem het altijd, en dat heb ik van Micah G, dat is een DJ, iemand die ook, een collega van mij, die zei altijd, what you see is what you get. Ik ben precies datgene wat op het ogenblik gewoon aan het woord is. Ik doe me niet anders voor, ik ben niet anders, ik ben volledig mezelf. Ik ben Alex Alberts, ik ben een liedjeschrijver. Ik heb de grootste moeite om daarmee mijn hoofd boven water te houden. Ik ben barkeeper om gewoon mijn werk te doen, zodat ik te eten heb. En voor de rest, als ik geld overhoud, investeer ik dat in materialen. Ik maak zelf mijn eigen producties ook. En dat doe ik allemaal zelf. En daar ben ik trots op. En ik ben 6 keer zo gek als een deur geweest, om het maar te zeggen. En ik ben eruit gekomen. Ik ben een van de weinige, denk ik, psychiatrische patiënten die gewoon weer normaal functioneert. Tussen aanhalingstekens, want wat is normaal? Ik vind het allemaal helemaal niet normaal. Ik vind het gekker. Ik noem dit, deze wereld, het grote gesticht. Ik zie helemaal geen wereld die aan mijn eisen voldoet. Ik zie gewoon een gesticht waar je bij je hoofd boven water moet houden. Maar het functioneert. Ik ben al een hele tijd niet meer ziek geweest. En ik denk dat mijn psychiater en mijn case manager wel tevreden over me zijn. Hoe ik functioneer. Dat ben ik. Ik ben een psychiatrische patiënt. Ik ben een liedjeschrijver. En ik ben een barkeeper. Was je nooit verliefd? Jawel, ik heb op het ogenblik een vriendin. En daar ben ik wel verkikkerd op. Dat is mijn meisje. Dat is ook een psychiatrische patiënt. Maar daar ben ik verliefd op. Ik ben al diverse malen wel eens verliefd geweest. En dat is een mooi gevoel. Maar het wordt verboden door de psychiatrie, want daar word je manisch van. Waarom? Word je manisch als je verliefd bent. En dan draai je weer helemaal door. Dan moet je weer aan de medicatie. En dan word je weer opgesloten. Misschien is het leuk om een psychiatrisch gedicht te laten horen. Is goed. Kijk, we hebben 3 minuten. Psychiatrisch gedicht? Ja? Voor de laatste woorden. Ik ga onze programma sluiten en daarna... Oké, het psychiatrisch gedicht. Nee. Eerst aan mij. Oh, sorry. Sorry. Dames en heren, dag, tot ziens, tot volgende week. Alsjeblieft. Het is begonnen als een storm in een glas water, maar ik flipte echt de pan volledig uit. Even later zat ik bij de psychiater en ik mocht kiezen tussen pillen of een spuit. In de isoleercel ging ik in het rood. Ik wou dood, 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 dood. Het komt nooit meer goed. Het dreigt nooit meer goed te komen. De weg naar Rome had ik toch al niet genomen. Maar ergens in die kabels boven zit een kink. Hoe dat precies zit, vraag dat maar aan mijn shrink. Het komt nooit meer goed. Het dreigt nooit meer goed te komen. Ik vertoon psychosomatische symptomen. Maar wat ik zo al wel of niet mankeer, is te gecompliceerd voor onze lieve Heer. Voor geen meter werd ik beter. Er zat storing in mijn manische circuit. En de grond onder mijn voeten werd steeds heter. Ik kreeg mezelf niet meer onder de knie. En binnen op de muur van de kliniek stond ziek, 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 ziek. Het komt nooit meer goed. Het dreigt nooit meer goed te komen. Dank je wel.